Op vrijdag 6 april werd op het Wilhelminaplein in Zomeren een indrukwekkend lichtfestijn gehouden door de deelnemers aan de Alpe d'Huez, die gaan fietsen voor Stefan Velpaus en Marianne Bots-Versleeuwen. Alpe d'Huez zet zich in om van kanker een chronische ziekte te maken waarmee je doodgaat en niet waaraan je doodgaat. Het is goed om te zien dat er zoveel in Zomeren de Alpe d'Huez en KWF een warm hart toedragen. Speciaal wil ik even twee mensen heel kort bedanken, namelijk Ton Vinke voor het idee en het beschikbaar stellen van de zakjes en Twan Bots voor het regelen van het evenement vanavond. Voor degenen die niet weten wat Alpe d'Huez is, zal ik een korte toelichting geven. Alpe d'Huez is een actie waarbij fietsers alleen of in teamverband zo vaak mogelijk op één dag tot 6 keer toe de legendarische Alpe d'Huez beklimmen. Een bijna onmogelijke opgave. Toch lukte het de afgelopen jaren zeer vele mensen. De berg, de Alpe d'Huez, staat hierbij symbool voor het gevecht dat kankerpatiënten dagelijks moeten leveren in hun strijd tegen kanker. Het doel van de actie is natuurlijk om zoveel mogelijk geld op te halen ten behoeve van het KWF. Voor ons team is het dit jaar de tweede keer dat we deelnemen. Onder de naam Fietsen voor Steef hebben we vorig jaar bijna 100.000 euro weten op te halen. En hebben we met elkaar een emotionele, beladen, maar ook fantastische mooie week beleefd. En door gebruik te maken van 2000 papieren zakjes met daarin een theelichtje, werd het logo van de stichting Alpe d'Huez uitgebeeld. Het geheel werd omlijst met mooie muziek. Deze actie werd door de Zomerense vliegerfanaat Ton Vinke aangeboden aan de deelnemers van de Alpe d'Huez om extra aandacht te vragen voor de benefietavond, jaar 6 voor Alpe d'Huez, op het Collision Event op vrijdag 20 april en het benefietconcert in Hotel Centraal van de groepen Fietsen voor Steef op zaterdag 12 mei.